namelijk zijn RS6 inruilen op een e-tron. Dat hebben we afgewezen, dat hebben we afgekeurd. Is toch dit normaal, dit man? Dit is volledig straight pipe, hè? Ja. Oh, man. Schijnt ook. Dit ga je wel missen, hoor. Zit erop, vrijdagmiddag, en bier van stal gehaald. En ga je het heel erg gaaf doen. Want wat we dus gaan doen, we gaan naar Mike Dekker. Die hebben jullie recent gezien in de video dat ik met hem op het circuit was, met de M4 op het circuit was. Mike is op zoek naar een nieuwe auto. Nou, die kwam met een hele idiote uitspraak. Die wilde namelijk zijn RS6 inruilen op een e-tron. Dat hebben we afgewezen, dat hebben we afgekeurd. Dus we gaan op zoek naar een nieuwe auto voor Mike. Kijk dat nou, joh. Die staat je wel beter. Hij begint net zijn verhaal over de e-tron, dus ik draai de camera eventjes. Hoe lang heb je erin gereden? 10 minuten. Rondje Amsterdam, bij de Arena terug. Klaar. Dat meen je? Ja, voor die andere. Ik ga eventjes die 2017 model even checken. Jongens, we gaan zo snel naar Alphen, want daar hebben we een ARA blauwe... Even snel, 3 kwartier. We hebben een ARA blauwe RS3 sedan gevonden. De auto waar het eigenlijk allemaal mee begon. Het is niet dezelfde, hij lijkt er wel op. Zwarte accenten. 2017, pre-OPF. Ding is helemaal af, dus ga snel even kijken. Kijken of we Mike in een... Gaan we drinken? Nee, maat, we moeten gaan, nee. We staan toch in de film, man. Hé, maar Mikey, ik heb misschien nog een soort van verrassing. Wat is het dan? Nou, ik word dus net geappt dat er morgen iemand naar mijn auto komt kijken. Oh, leuk. Dus wellicht dat jij niet alleen koos auto's. Gaan we samen kijken? Ja, gaan we samen naar de auto op zoek. Want jongens, jullie weten het. De M4 bevalt ons supergoed, hij staat te koop. Hij is eigenlijk al 3 keer verkocht. 3 keer komt mensen niet betalen. Ja, echt een fantastisch verhaal. Maar nu komt er dus weer iemand kijken, dus wellicht ben ik morgen koos autoloos. Oh. En heb ik geen idee. Oprecht, ik heb, oprecht geen idee. Nee, ja. Oh, die heb ik ook niet. Ik heb oprecht dan geen auto. Nou jongens, Mike die waarschuwt me net, tunnel, dakje open, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar dit is toch niet normaal? Hier kun je toch niet normaal mee rijden? RS3 straightpipe, dat gaat helemaal door merg mee. Maar die 5-cilinder blijft gewoon iets niks. Dat is echt, dat klinkt jongen. Oh. Dit is natuurlijk top. Oh. Jongens, we zijn aangekomen in Alphen. Ik zie al een hele hoop mooie spullen staan. Maar dit is de RS3 waar het dus om gaat. Arablauw, zwarte accenten ten opzichte van het groen van de auto. Die wij natuurlijk kennen. Dit is al echt super dik. Alright, Mikey. Oh ja, even zo'n standje eten. Helemaal naar beneden dat ding. Dit is wel vet, hè? Carbon strips hier of zelfs Alcantara, man. Ja, dat is wel mooi hoor. Vet hoor. Oh, dit is wel goed hoor. Papa! Tempel. Keramisch, hè? Hij rijdt voor het eerst in een auto met keramisch. En het is fijn, hè? Ah, dit is superman, hè? Papa! Okay. Even zelf flippen. Die klap van een RS3 bij de opschakels, echt. Lekker! Oeh! Ah, dat is zo fijn aan keramisch, ja, hè? Toch... Lekker! Dat opschakelen van die auto, dit is goed, hè? Ah, dit mis ik echt. De vertrouwen krijgen in dat ding. Dat is echt niet normaal, hè? Maar je hebt net in de nieuwe gereden. Wat vind je het grootste verschil tussen de nieuwe RS3 en deze generatie oude RS3? Qua geluid zo en zo. Is een 10, hè? Is een 10, ja. Is echt een 10. Niet normaal. Maar ik moet zeggen, deze remmen, die maken het af voor nu. Keramisch remmen op een Audi sowieso. Vorige generatie Audi, die hebben minder goede stalen remmen. Staan er ook onbekend dat ze relatief snel krom trekken. Dus je moet eigenlijk gewoon keramisch remmen hebben op deze generatie Audi RS3. Ja. Dit is echt top. En die ook goed warm is, merk je gewoon echt het verschil. Ja, als je een paar keer remt, is het goed warm. Echt top. Links remmen.
Porsche, man! Godverdomme! Nog een keer. Oké, voet diep op de rem. Ja. Rem los. Komt ie. Tering. Woehoehoe! Rem op. De banden zijn ook goed. Lekker, Mikey! En terwijl ik weer op Mikey wacht totdat hij terugkomt, hij zat genieten van de RS3, hij zet even een blokje om. Laat mij in de reactie weten wat jullie ervan vinden. Is dit een goede koop? Moet dit de opvolger worden van de Audi RS6? Jongens, ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten in de reacties. Het is wel echt super vet.